blijkt dus dat wij stormschade hebben. Hoe heet je? Leuk dat je kijkt vandaag. Deze nieuwe weekvlog. Ja, ik ben aan het, ja, inmiddels ook klaar met koken. Maar ik las net wat. Een brief op tafel. Er blijkt dus dat wij stormschade hebben. Leuk, niet dus. Dus er is een dakpan hier aan de achterkant naar beneden geschoven. Om dicht in het dakgoot. Ik ga even de aardappelen even afgieten. Vrijdag durf je daar omhoog. Vandaag wil je passen voor mondkapjes van mijn moeder. Dus ik had even stiekem voor het kort te maken. Of anders doen strakker. Want hij is ook nu best wel los. En ik heb jullie ook nog niet wat verteld. Ik had vandaag namelijk iets heel vieses op het werk. Ik had kabeljauwfilet gevuld in de diepvries. En daar hangt een heerlijke vieze visgeur aan. Gadverdamme. Maar ja, je hebt zo'n mondkapje op. Waar blijft die geur? Die blijft daarin hangen. Nou, weet je nog, dat niet over mijn nek, maar. Oh, joh. Ja, als ik over mijn nek was geweest, had het in het mondkapje gezeten. Maar Gadverdamme, joh. Bah. Echt die stank, jongen. Ik dacht, ik doe dat mondkapje even af om te laten luchten, zodat die geur eruit gaat. Maar ja, dat kan ook niet, want ik liep in de winkel. Dus ja, totdat ik dus langs het pad mijn wasmiddelen kwam. En toen kwam er een keer de geur van de wasmiddelen. Nou, daar was ik wel heel erg blij mee, want er was die stomme visgeur opgerold. Het was niet gemengd met wasmiddel en visgeur, hoor. Dat niet, want dat was een vieze combi geweest. Maar die wasmiddel was zo sterk, die geur, dat die visgeur verdreven was. En die wasmiddelen werd ik dat er ook. Mijn werkdag zit er wel lekker op. Ik heb lekker even in bad geweest. Daarna ondertussen, terwijl ik moest wachten tot het bad was voorgelopen, heb ik bijvoorbeeld lege flessen weggegooid. Heb ik eventjes dingen die ik uit de laag heb gewoon weggegooid. Die bijvoorbeeld pleisters, zeg maar. Maar ook oude pleisters of lege flessen shampoo en douchegel weggegooid. En ook gelijk even beneden de tuil gepakt en even de badkamervloer schoongemaakt. Lola. Lola. Ja. Lola. 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 Hey Noah. Zoete panten. Kom maar. Ja. Lola. En ik loop met mijn camera hier in het de draaien. Ja, het is een schuifje. Thank you.
ik heb ook een vlieg in mijn ogen zitten. Dat moet ik als een muggie slaat. Post. Ik ga het zo even openmaken. Het is wel een apotheek. Ik heb lekker weekend. Het is 3:00 middags. Ik ben kapot. En net ook wel, want ik ga de trap op donder. Bijna, hè? Dat was de train. Ik heb het bijna niet gebroken. Oh, ik ben gaar. Ik ben kapot. Ik moet jullie trouwens ook even vertellen. Ik had mijn mondkap op. En daar zei iemand van dat ik hem af moet doen, omdat het benauwd is. En noem maar op. Maar ik heb daar niet naar geluisterd. Omdat ik denk van, waarom zou ik er naar luisteren als diegene zelf geen mondkap draagt omdat hij het virus onzin vindt? Ik denk van, houd gewoon je muil dan dicht en ja, praat dan geen onzin. Want die mondkappen zijn geen onzin. Het is misschien benauwd, ja dat is het ook. Maar voor mij niet, omdat ik in de koelingen sta, is het voor mij te doen. Dus ja, dus ik snap het niet. Kijk, als ik buiten de koeling loop, dan is het benauwd, I know, maar ja... Ik ga me niet om laten praten door een kneus die niet gelooft dat corona waar is. En ik heb net wel begrepen, toen ik zat dus gewoon op Facebook, en zo kom ik tegen dat de kabinet, dus Rutte en Hugo, die jongen, gaan kijken naar na het weekend of er een tweede lockdown bijvoorbeeld moet komen. Strengere, nog strengere maatregelen dan die er nu al zijn. Als er dus bijvoorbeeld een tweede lockdown komt, dan mag ik niet werken, dan moet ik thuis blijven, want het zit zo. Voor degenen die het niet weten, die mij net pas volgen, ik heb vanaf april tot juni bij mijn ouders gezeten, omdat de woongroep eigenlijk een soort van dicht was eigenlijk tijdens de lockdown, of tijdens de lockdown van heel Nederland. Ik heb vandaag mijn kamer even gedaan. Ik heb lekker deze smoothie beneden uit de koelkast. Deze heb ik gezet. Ik heb nog een smoothie beneden staan. Maar ik had gisteren zin in een smoothie. Ik dacht van, laat ik maar een smoothie kopen een keertje. Weet je, is ook een keer lekker. Ik heb ook een keer gewoon mijn vitamines binnen. Ik zit sinaasappel in. Misschien ben ik allergisch voor. Maar ja, ik heb gewoon wat hierin staan. Oké, ik ben allergisch voor de citrusvruchten. Ik doe het wel gewoon, omdat het is niet een allergie waarvoor ik in het ziekenhuis kan belanden hoor. Dus dat is niet zo erg. Het is vandaag zondag en ik zit beneden. Ik ga nu lekker zitten. Ik ga lekker even ontbijten. Straks even nog een was opzetten naar het drogen. Dat is ook nog wat ik moet doen. Ik heb lekker gedoucht. Het is al in de middag, maar even kijken. Het is alweer 1:08 middags alweer. Maar ik heb goed geslapen. Net lekker gedoucht ook. Ik ga nu lekker even eten. Het is voor mij ontbijt, maar het is al middag. Dus het is eigenlijk een soort van lunch, maar voor mij dat het nog eens ontbijt. Ja. Ja, dus ik ga lekker even ontbijten. Even goed, want ik ga dus nog een schaaltje pakken. Alleen dan met bolletjes vla. Die heb ik ook nog. Maar dit is echt vies. Ik krijg een DM van iemand anders op Instagram, die waarschijnlijk me ook op YouTube volgt. Bijna heeft echt heel vies dickpics doorgestuurd gekregen. Voor degene die geen 18 zijn, die moet gewoon niet kijken. Maar heel vies is dat. Ik weet dat verder jullie toch 18 plus zijn, dus die kunnen dat romanderen. Maar het is echt al heel ranzig. En dickpics toegestuurd krijgen. Toevallig diegene vroeg ik ervan die mij daar over DM'de waarschuwde van goh. Diegene toevallig had mij dus wat die andere gozer die haar dickpics had toegestuurd, DM'de ik terug van dat ik zei van gadverdamme wat viespak ben je. Vervolgens, hij ontkent het en ik blok hem gewoon, want zulke personen horen niet. Tussen mijn DM, ik vind dat zo vies. Hij heeft gelukkig nog niet gestuurd, maar hij zei, ik weet niet, hoe weet je dat ik nou ben op diegene op die foto? En ik van, als je dat wel zegt, ben je er al gloeiend bij, want echt serieus, dan val je zelf door de mand. Nog niet gezien, maar diegene stuurde, diegene die mij DM'de, die foto zien. Nou, sorry, bah. Nou, ik ga zo naar bed. Ik kom net achter dat er een USB-stuk is. Ja, er zit ook barst in. Dus dus dat is balen. Dus ik hoop in ieder geval niet dat er vlogjes op staan die ik nog online moet zetten. Denk het haast niet. Want ik heb weekvlogs die ik nog online moet zetten. Zeg maar, die staan nog op een SD-kaart. Van de vorige keer van september en zo. En ook van deze maand ook. Dus
gedeelte volgens mij. Maar, oh nee, dat dan weer niet, want toen is die andere camera ermee opgehouden, een paar weken terug. Dus ik zo naar bed. Ik wil er bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet natuurlijk geen duim omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet hier beneden op mijn kanaal te abonneren. Druk ze ook zeker even op het belletje. Zo krijg je elke keer een melding van als er een video van mij online komt. En dan zie je volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.